Hey, hallo allemaal en welkom weer bij deze nieuwe video. Dolly, kom eens. Telkens als ik begin te praten, nou, al die jaren nog steeds, heeft Dolly zoiets van, ik kom bij je zitten. Ik zit hier letterlijk al een uur alles voor te bereiden, alles klaar te leggen. En op het moment dat ik begin te praten, dan komt Dolly ineens naar me toe. Hey! Het is natuurlijk weer vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe misdaad. En make-up. Vandaag alweer aflevering nummer 5, jongens. Ik ben nu al ruim een maand bezig. Ik heb in ieder geval heel veel zin om deze serie met jullie door te zetten. Voor degenen die nieuw zijn op mijn kanaal, wat is misdaad en make-up precies? Ik ga mezelf een lookje aanmeten. Ik doe mijn make-up en terwijl ik dat doe, vertel ik jullie over een zaak. Ditzelfde verhaal vertel ik ook in mijn podcast, genaamd Moordkast. Dat doe ik samen met mijn broer. Die staat nu ook op Spotify, nu live. Dus heb je interesse, het linkje staat onder in de beschrijving. We staan nog steeds. Tenminste op de dag dat ik dit opneem nog steeds op de nummer 1 van de Spotify-lijsten van Nederland. Dus dat gaat ontzettend lekker. Bedankt allemaal voor jullie support. En vandaag heb ik natuurlijk weer een nieuwe moordzaak voor jullie die ik ga bespreken. Er staat momenteel een nieuwe docu-serie online op Netflix genaamd Sophie, A Murder in West Cork. Dat is de zaak die ik vandaag met jullie ga bespreken. Het is een miniserie van 3 afleveringen en ben je van plan om die te kijken, moet je die misschien eerst even kijken, want mijn video bevat nogal wat spoilers. Dus houd daar rekening mee. Voordat ik ga beginnen is het natuurlijk eerst tijd voor de shout-out van deze week, de S-Onnedy. Als jij een comment plaatst onder deze hashtag, maak je kans om de volgende video de shout-out te krijgen. Deze week gaat de shout-out naar Katie Petey. Jammer dat hier maar 1 aflevering per week van komt, want het is echt interessant door jouw stem om te kijken en te luisteren. Dankjewel, Katie Petey. In ieder geval komt misdaad en make-up op dit kanaal elke vrijdag om 4 uur online. Dus kun je nou niet wachten. Zorg er gewoon voor dat je klaar zit. Oh ja, en vind je nou 1 keer per week te weinig? Zondag om 3 uur 's middags ben ik ook altijd live voor jullie op Twitch. Ook het linkje daarvan staat in de beschrijving. Het is twitch.tv/onnestream. Daar kunnen jullie mij ook vragen stellen over de zaak. Kunnen we eventueel nog eventjes napraten? Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen en op mijn kanaal te abonneren. En daarbij wil ik nog eventjes een disclaimer geven. Deze video is bedoeld voor educatieve doeleinden. En het is dan absoluut niet mijn bedoeling om oneerbiedig of respectloos te praten over wie dan ook. Alle informatie die ik geef is reeds gepubliceerde informatie die ik heb gevonden op het internet of uit documentaires. Deze video is enkel een samenstelling van alles wat ik heb gebundeld, wat ik over dit onderwerp kon vinden. Daarbij eventjes een trigger warning. Het verhaal wat ik vandaag ga vertellen bevat onderwerpen zoals moord en geweld. Kun je daar niet tegen, klik deze video dan weg en ben je onder de 12 jaar, vraag je ouders om toestemming om deze video te kijken of kijk ze met je ouders. Dus, zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met het verhaal. Sophie Toscan Duplantier wordt geboren op 28 juli 1957 in Parijs in Frankrijk. Het gezin waarin ze opgroeit bestaat uit vader George, moeder Marguerite en een jonger broertje genaamd Bertrand. Ik heb geen Franse les gehad, jongens, dus als ik namen verkeerd uitspreek, het spijt me alvast. Sophie hield als klein meisje al van muziek, poëzie, archeologie en literatuur. Het was een heel eigenzinnig meisje al vanaf jonge leeftijd. En ze had dan ook echt haar eigen kijk op de wereld. Als kind woont ze dan ook een tijdje bij een Iers gezin. En ja, hier verliest ze eigenlijk haar hart aan dit land. Toen Sophie 22 jaar oud was, trouwde ze voor het eerst met Pierre-Jean Baudet. En ze krijgt dan ook snel haar eerste kindje. En dat is een jongetje geworden, dus het is haar zoontje en die heet Pierre-Louis. De kersverse ouders gaan echter al een paar maanden na de geboorte van hun zoon uit elkaar en ze scheiden. Het huwelijk werkte niet tussen de twee. Sophie besluit te gaan werken in de televisiewereld en ze begint daar helemaal onderaan de ladder als receptioniste. Het is dan ook haar grote droom om in de televisiewereld door te groeien en dat lukt haar ook. Want na jaren zeg maar de ladder op te hebben geklommen gaat ze uiteindelijk regisseren en produceren. En wordt een documentaire presentatrice. Het gaat haar in ieder geval allemaal best wel voor de wind wat betreft werk. Sophie ontmoet uiteindelijk in dit televisiewereldje een man genaamd Daniel Toscan Duplantier. En dat is echt een enorme producent. Een filmproducent. Deze man is ontzettend bekend. Heeft nogal wat status. En het klikt ontzettend goed tussen de twee.
Hij neemt Sophie uit op dates, naar filmpremières. En Sophie valt als een blok voor de charmes van Daniel. Ze konden ook ontzettend goed met elkaar levelen. Ze werkten natuurlijk in dezelfde branche. Ze waren allebei super intelligent. En hierin vonden ze elkaar echt. Dit was een match made in heaven. Ze trouwden uiteindelijk met elkaar in 1991. En Sophie was dan echt wel een beetje zijn trophy wife. Daniel was gewoon een wat oudere man. Hij had ook kinderen uit een vorig huwelijk. Dus het was een beetje een samengesteld gezin geworden. Sophie kwam door dit huwelijk best wel in een extravagant en een glamoureus wereldje terecht. En dat was niet echt specifiek iets voor haar. Het was het wereldje van zien en gezien worden. En ze hadden constant mensen over de vloer of gingen zelf constant buiten de deur. Het was gewoon niet helemaal het leven wat bij Sophie paste. Ze was best wel introvert. Dus ze had een plek nodig waar ze optimaal tot rust kon komen. Ver weg van het hectische leven wat ze had in Parijs. Ze koopt dan in 1993 een huis in het zuidwesten van Ierland in West Cork. Ze bezocht deze regio al een aantal jaren. En dit zou echt een toevluchtsoord voor haar worden. Gewoon om te kunnen ontsnappen van alle hectiek en het glamoureuze leventje waar ze nou niet echt heel erg op zat te wachten. Haar huis stond in een superklein plaatsje genaamd Schol. S-C-H-U-L-L. Schol. En dat ligt dus echt super geïsoleerd en afgelegen. Je kunt daar echt alleen maar komen via een heel klein landweggetje. En als je de buurt een beetje kent. Als je het daar niet kent, dan is het bijna onmogelijk om haar huis te kunnen vinden. In deze regio kwamen dan ook veel buitenlanders wonen. Met name kunstenaars en hippies. Die genoten van het wilde landschap van Cork. En die daar hun inspiratie eigenlijk vandaan haalden. Daar konden ze zeg maar optimaal hun creativiteit benutten. En Sophie natuurlijk ook. Hier kon ze lekker tot rust komen, schrijven, aan het werk. Zonder dat er zoveel om daarheen gebeurde. Dat vond Sophie gewoon een heerlijke plek. En ja, ze kwam hier eigenlijk helemaal tot leven. Ze gaat dan ook regelmatig een weekend daar naartoe of wat langer op vakantie. En af en toe neemt ze dan ook een familielid of een vriendin mee om de tijd daar samen te spenderen. Ondertussen stond het huwelijk van Daniel en Sophie onder druk. Het ging niet altijd van een leien dakkie. Ze waren op een gegeven moment nog steeds getrouwd, maar niet echt meer samen. Sophie had dan op een gegeven moment ook zelfs een andere vriend, een minnaar, genaamd Bruno Carbonet. Bruno. Dat was haar nieuwe lover. Terwijl ze nog getrouwd was met Daniel. Zij zaten ook wel eens samen in dat vakantiehuisje in Ierland. Maar na een jaar besluit Sophie er toch een eind aan te maken aan deze relatie. Want Bruno was heel erg bezitterig, jaloers. Wilde heel erg de controle over Sophie. En Sophie zag het niet meer zitten. Dus die denkt, hey, tabé. Ja, en die break-up, die verliep dan ook alles behalve soepel. Bruno was daar kapot van en deed nogal wat rare dingen. Hij heeft volgens mij een dreigbrief gestuurd met een schroef erin. Hij kon haar in ieder geval niet goed loslaten. Nadat het over was tussen Sophie en Bruno, komt het dus wel weer goed tussen Daniel en Sophie. Die natuurlijk nog steeds getrouwd waren met elkaar. Dus ja, dat bloeide ineens weer op. De twee maakten het gewoon weer goed met elkaar. Het is 20 december 1996 en Sophie besluit naar Cork toe te vliegen. Want haar verwarming in haar vakantiehuis was stuk en dat wilde ze laten fixen. Ze heeft wel wat mensen uitgenodigd om met haar mee te gaan, maar die konden allemaal niet. Dus ze ging in haar eentje naar Ierland toe. En het is dan ook haar intentie om vlak voor kerst, de 23e, weer terug te vliegen naar Parijs. Op 22 december rijdt Sophie dan naar Three Castle Head. Het is een kasteelruïne. Ze kijkt daar een beetje rond en ze blijft er ongeveer een uurtje hangen. Volgens een getuige zou ze daar iets heel vreemds hebben meegemaakt. Ze voelde zich daar ontzettend angstig en onveilig en zou daar een vrouw in een witte vorm hebben gezien, in een wit gewaad. Volgens mythes en legendes dwaalt daar ook inderdaad een geest rond van een vrouw genaamd de Witte Dame. En het verhaal gaat dat zodra je deze vrouw ziet, dat je binnen een paar uur zult sterven. Sophie zou daarna in paniek dit verhaal aan een buurtbewoner hebben verteld. Ze bezocht daarna nog een pub om thee te drinken daar. Ze sprak wat mensen in de bar en reed daarna naar huis. Mensen hebben het licht in het huis van Sophie nog zien branden. Ze heeft haar man 's avonds laat nog gebeld, Daniel. En in dat gesprek was eigenlijk niks op te maken dat er iets met Sophie zou zijn. Het was een hartstikke normaal gesprek tussen de twee.
De volgende dag, op maandag 23 december, besluit de buurvrouw van Sophie, genaamd Shirley Forster, nog wat kerstaankopen te gaan doen en zij verlaat het huis. De buren delen dus een soort klein weggetje en ze moet dan ook langs het huis van Sophie om naar haar eindbestemming te komen. Ze ziet vervolgens bij het hek van Sophie iets wat zou lijken op een levensgrote pop. Ze durft het niet van dichtbij te bekijken en belt meteen haar man op om dat samen met haar te doen. Hij komt ter plaatse. De twee lopen op het hek af en ze ontdekken daar het levenloze lichaam van Sophie. Sophie ligt daar in haar pyjama en ze is duidelijk geslagen met een enorme steen die naast haar ligt. En je moet je voorstellen, daar waar ze ligt, dat is best wel een eindje weg van haar eigen huis. Dat hek is zeg maar het begin van het weggetje wat leidt naar haar huis. Dus of ze is daar vrijwillig naartoe gegaan of ze is meegesleurd. In het huis waren geen sporen van braak of agressie. Alles stond netjes op zijn plek. Wat opvallend was, is dat haar sleutels aan de binnenkant van de deur zat en de deur zat dicht. Dus waarschijnlijk was ze naar buiten gelopen, was de deur achter haar dichtgeslagen. Het was niet haar bedoeling waarschijnlijk om echt weg te gaan, omdat de sleutels nog in de deur zaten. Haar bed was beslapen en het leek erop alsof ze echt alleen was geweest die avond. De enige aanwijzing die erop zou duiden dat er toch iemand daar in het huis was geweest, is dat er twee afgewassen wijnglazen op de kop op het aanrecht stonden. Maar ja, eigenlijk zegt dat niet zoveel. Ze zijn afgewassen. Als je alleen in een huis zit, zou het ook kunnen dat je de afwas over 2 dagen verspreidt en dat je dus 2 wijnglazen zelf hebt gebruikt. Deze glazen werden op vingerafdrukken getest. Er was niks te vinden. Dus was echt alleen die avond in dat huis. Er is niemand in het huis geweest in ieder geval. Sophie had enorme afweerwonden op haar handen en op haar armen. Ze was gevonden naast enorme doornstruiken. Dan heb ik het niet over de prikkelbosjes die we hier kennen, maar echt zulke dikke takken met doorns van wel 2 centimeter. En het leek erop alsof veel van deze wondjes veroorzaakt waren door deze doornstruiken. Er werd geen DNA gevonden van de dader op de plaats delict. Destijds was er een heleboel DNA nodig, wel een theelepel bloed, om überhaupt een daderprofiel te maken. En dat lijkt weinig, maar dat is ontzettend veel. Ja, destijds stonden de DNA-technieken nog echt in de kinderschoenen, dus ze konden nog niet zoveel als dat we nu kunnen, in ieder geval. De moord moest dus opgelost worden vanuit indirect bewijs. Ik had het net natuurlijk al over die enorme prikkelbosjes. En tijdens de aanval zou Sophie daarin zijn gerold of geduwd. In ieder geval zou ze daar terecht zijn gekomen. Dus de politie was op zoek naar een dader die zelf mogelijk ook wat handwondjes zou hebben. Die grote doorns die kon je echt bijna niet vermijden namelijk. Ja, de politie maakte wel redelijk wat fouten in het onderzoek. Dat is natuurlijk ook niet zo raar, want ze hadden in 100 jaar tijd in heel West Cork geen moord gehad. Dus ze hadden hier totaal geen ervaring mee. Ze lieten bijvoorbeeld het lichaam van Sophie een hele nacht liggen daar op de plaats delict met alleen een dekzeiltje. Er was maar 1 patholoog beschikbaar in die regio en die kon daar ook niet meteen ter plaatse zijn. Dus dat duurde gewoon een hele dag. Ze heeft daar dus de hele nacht gelegen. In de regen, in de wind, in dat wilde klimaat van West Cork. Dan gaat er natuurlijk al heel wat bewijs verloren. Het hek wat daar gevonden was, daar zaten ook bloedvlekken op. Mogelijk ook van de dader, maar ja, daar hadden ze nu dus nog niet de juiste technieken voor om dat vast te stellen. Dus dat hek hebben ze bewaard voor een later moment om te onderzoeken. Stel dat het hek vandaag nog zou kunnen worden onderzocht, zou er wellicht een daderprofiel uit te halen zijn? Op een of andere manier zijn ze dit hek kwijtgeraakt. Hoe krijg je het voor elkaar om zo'n groot hek, want het was echt zo'n heel groot boerenhek, om dat kwijt te maken, jongens? Onbegrijpelijk. Ik vind het een soort van knap. Het is een behoorlijk ding. Er was een lokale verslaggever genaamd Ian Bailey. Hij was 40 jaar en hij woonde daar ook in de buurt. 4 kilometer van Sophie vandaan. Hij werkte voor de krant van West Cork en was dan ook als eerste journalist ter plaatse. En hij was dan ook erg vroeg op de hoogte van het drama en ja, had ook best wel veel details. Hij wist van alles op een vrij vroeg moment hierover te vertellen en schreef hier dan ook over. Hij kon als een van de eerste vertellen wat de doodsoorzaak was, dat ze was omgekomen door een klap op het hoofd met een stomp voorwerp. Hij wist over de 2 wijnglazen en wel meer details over de moord waarvan je denkt van dude, hoe kom je hier aan? Hij nam dan ook contact op met een aantal grote kranten en ging helemaal in de zaak op. Hij liep bijvoorbeeld ook gewoon zomaar de plaats delict op, er zijn ook video's van. Eigenlijk mocht dat niet, het was gewoon afgezet, maar hij liep daar gewoon maar zomaar het erf op en keek dan door het raam naar binnen. Hij liep gewoon hartstikke brutaal
rond het huis, terwijl dat helemaal niet mocht. Dus ja, hij ging wel een grensje over. Hij schreef ook wat stukken over Sophie's persoonlijke leven. En dit was echt gebaseerd op helemaal niks. Over dat ze bijvoorbeeld een losbandig liefdesleven zou hebben. Dat ze daar in dat huis hele wilde feestjes zou hebben. Het sloeg nergens op. Het waren verzinsels. Sophie was natuurlijk helemaal niet zo. Ja, in de buurt wordt er ontzettend geschokt gereageerd. Er gebeurt nooit wat in het plaatsje Skol. Zelfs geen inbraak. Mensen deden zelfs nooit hun huis op slot. Mensen waren dus ontzettend bang dat er een moordenaar in de community zat. En dat hij wellicht nog een keer zou toeslaan. Dus de angst, die zat er goed in bij de mensen daar. In de buurt kregen de bewoners een vraaglijst over wanneer ze Sophie voor het laatst zouden hebben gezien. Of ze informatie hadden. 2 dagen voor de moord zou Sophie gezien zijn in een winkeltje door een vrouw genaamd Mary Farrell. En aan de overkant van de winkel zou zij een man hebben gezien die Sophie echt achtervolgde. Sophie liep dan naar buiten en hij zou haar elke hoek gevolgd hebben. Dat had zij gezien. Ze kende deze man niet en ze had hem nog nooit eerder in de buurt gezien. Vervolgens kwamen er midden januari, dus een paar weken na de moord, een aantal anonieme telefoontjes binnen van ene Fiona. Dat was dan niet haar echte naam. Ze had de nacht van de moord rond 1 uur of 3 een vreemde man gezien bij Kielfeda Bridge. Dat is een brug, daar zou hij op hebben gestaan. Hij zou met zijn handen naar de lucht hebben gestaan en heel vreemd gedrag hebben vertoond. De man liep in ieder geval over de brug heen in beschonken staat. Dat was dus wel duidelijk dat de man redelijk dronken was. En dat hij helemaal buiten zinnen zou zijn geweest. Het was dan een man in een lange zwarte jas met kaplaarzen aan. De vrouw die naar de politie belde wilde alleen anoniem blijven omdat ze die avond langs die brug moest. Omdat ze bij een andere man was geweest en ze was gewoon getrouwd. Dus ze wilde niet dat dat natuurlijk uit zou komen. Uiteindelijk heeft diezelfde Fiona 3 keer gebeld en bij het 3e telefoontje wist de politie het telefoontje te traceren en zijn ze naar dat huis toegegaan. Fiona bleek dus Mary Farrell te zijn. Dezelfde vrouw die de tip zou hebben gegeven over de man die Sophie een paar dagen eerder zou hebben achtervolgd. Later, toen Mary Farrell boodschappen ging doen, zou ze deze man hebben herkend in de supermarkt. De politie stond buiten, die heeft ze er meteen bij gehaald. Ze heeft hem aangewezen en ze zei tegen de politie, dat is hem. Hem heb ik gezien die nacht op de brug. Superdronken, in een bizarre toestand. Dit bleek dus die ene verslaggever te zijn. Ian Bailey. De man die als eerste journalist ter plaatse was. Ian Bailey ontkent alles en zegt dat hij gewoon thuis was en lag te slapen in zijn bed. Het schijnt dan ook zo te zijn dat hij Mary Farrell hierna heeft bedreigd, gestalkt, geïntimideerd en wilde dat zij haar verklaringen in zou trekken. Hier heeft ze dan ook meerdere meldingen van gedaan bij de politie. Ja, en Ian werd altijd al gezien als een vreemde eend in de bijt. Het was best wel een eigenaardig persoon, op zijn zachtst gezegd. Het was een opvallend figuur en ja, volgens de buurtbewoners had deze man nogal last van grootheidswaanzin. Veel mensen ergerden zich aan hem en hij leek ook altijd op zoek te zijn naar een identiteit, erkenning en aandacht. En hierdoor deed hij dus de gekste dingen. Deze man werd door iedereen meteen verdacht, eigenlijk alleen al door hoe hij was, door zijn karakter. Er gingen ook heel wat roddels rond dat na de moord hij brullend bij de volle maan zou hebben gestaan, weer met zijn armen omhoog, midden op de weg, in zijn onderbroek. Dus misschien was Ian Bailey gewoon een weerwolf? Wie weet, jongens. Er zijn ook andere verdachten geweest in dit onderzoek. Bijvoorbeeld natuurlijk de ex-minnaar, het ex-liefje van Sophie. De Bruno, waar ik het eerder over had. Maar ja, deze man had een waterdicht alibi. Hij kon het absoluut niet zijn geweest. Er werd ook gespeculeerd dat Daniel, de man van Sophie, hierachter zou kunnen hebben gezeten. Dat hij wellicht iemand zou hebben ingehuurd om Sophie om het leven te brengen. Ja, Ian Bailey, die verslaggever, was er dan ook als de kippen bij om deze theorieën te delen in de kranten. Hij verzon er zelfs wat dingen bij. Hij dikte het echt enorm aan. Bijvoorbeeld dat Daniel, de man van Sophie, een motief zou hebben omdat Sophie van hem wilde scheiden en als zij dat zou doen, dat hij de helft van zijn bezit zou kwijt zijn geraakt. En door dat te voorkomen, zou Daniel iemand hebben ingehuurd om Sophie te vermoorden. Ian Bailey was dan ook ontzettend volhardend in dit verhaal. Er werden dan ook best wel wat vraagtekens gezet bij Daniel. Hij ging bijvoorbeeld niet naar Ierland toe om het lichaam van zijn vrouw te identificeren. Hij liet de familie dat doen. Dat is natuurlijk iets wat veel mensen wel vreemd vonden aan dit hele verhaal. Het bleek dat Daniel er zo kapot van was dat hij het gewoon niet zou hebben aangekund om zijn vrouw te zien
en om daar naartoe te gaan. Hij was namelijk helemaal kapot van het verlies van zijn vrouw. Wat natuurlijk ook zo onlogisch is aan dit verhaal is... ja, dat een huurmoordenaar nooit een steen zou gebruiken die daar zomaar ligt. Die zou natuurlijk een moordwapen meebrengen. Ja, die zou niet de moord hebben gepleegd met een betonnen blok die daar toevallig langs de weg ligt. Dat vind ik nogal onlogisch. Ja, op een gegeven moment werd Ian Bailey met heel wat krassen gezien op zijn handen en op zijn armen. En het waren ook best wel diepe krassen volgens die getuigen dan. Ian verklaarde dat hij het topje zou hebben afgezaagd van een boom. En dat topje zou dan ongeveer net zo groot zijn geweest van de kerstboom. En dat stukje zou dan ook ongeveer die naaldjes hebben gehad. En dat was langs zijn handen gegaan. En daar had hij die krasjes van gekregen. Hij geeft ook aan tijdens die Netflix documentaire dat geen diepe krassen waren. Dat waren hele lichte krasjes volgens hem. Ja, en ze hebben dus destijds geen foto's gemaakt hiervan. Van zijn handen. Nu hebben we natuurlijk zo een camera paraat. Dat was destijds in de jaren 90 niet het geval. Dus er moest een camera worden gefixt. Plus je mag niet zomaar foto's maken van iemand. Ook al gaat het om handen, dat mag dus niet zomaar. Hij stond natuurlijk niet onder arrest. Dus ze besloten dat een compositietekening voldoende moet zijn geweest. En die compositietekening, je ziet echt letterlijk een hand. Een soort van getekende hand met een paar krasjes. Je kan eigenlijk niet eruit opmaken of dit diepe of ondiepe krassen zijn geweest. Ze weten gewoon niet hoe dit eruit moet hebben gezien. Hij had daarnaast ook een dikke kras op zijn voorhoofd. En daar is wel iets vreemds mee aan de hand. Ian Bailey was destijds met een vrouw genaamd Jules. Hij woonde samen daar met haar en ze hadden dus ook los van hun huis een atelier een paar honderd meter verderop. En ze had verklaard aan de politie dat ze niet 100% zeker wist of Ian die nacht de hele nacht bij haar had geslapen. Ze zou hebben gemerkt dat hij uit bed zou zijn gegaan. De volgende ochtend had hij dus die kras op zijn voorhoofd. En ze wist toch echt zeker dat ze die kras de nacht ervoor nog niet had gezien. Nou, Ian Bailey had hier natuurlijk weer een verklaring voor. Hij zou een kalkoen hebben geslacht. En die kalkoen die was zo wild met zijn poot aan het doen, dat hij een kras zou hebben gemaakt met zijn poot. Wat natuurlijk ook zo ontzettend vreemd en eigenaardig was, is dat Ian Bailey van alles al zo vroeg op de hoogte was. Hij was zo vroeg op de plaats delict, terwijl niemand hier nog van wist. En je moet je voorstellen, er waren natuurlijk destijds nog geen mobiele telefoons en internet zoals we dat nu hebben. Dus alles ging mond op mond. Maar hij was degene die alles als eerste tegen iedereen zei. Het kan natuurlijk zijn dat die geruchten al rondgingen, maar al na een half uur was Ian Bailey hiervan op de hoogte. Ik had het zelf wel vreemder gevonden als hij het voor de ontdekking van het lichaam wist. Want nu weet je natuurlijk nooit via wie dit zou zijn gekomen. Misschien had hij wel een contact bij de politie, je weet het niet. Ja, hier kun je eigenlijk niet veel uit opmaken. Maar hij liegt hier wel over. Want er zijn getuigen die aangeven dat ze om 10:30 al een telefoontje van Ian hebben gehad. Dat hij een afspraak afzei omdat hij een moord moest gaan onderzoeken. Terwijl hij bij de politie aangeeft dat hij vlak voor het persbericht, ongeveer om 14:45 'smiddags, pas op de hoogte was van dit incident. Hij lijkt hier wel over te liegen. Hij was om 10:45 zijn onderzoek al aan het doen. Hij ontkende daarnaast Sophie te kennen. In elk interview gebruikt hij dan precies dezelfde woorden alsof hij dat in heeft gestudeerd. Nou, hij had haar wel eens gezien hier en daar. Een buurtbewoner had haar een keer aangewezen, maar that's it. En dat hij haar niet zou hebben gekend, dat schijnt dus een leugen te zijn geweest. Sophie heeft namelijk tegen een vriendin verteld dat ze een dichter had ontmoet uit Skull die met haar wilde samenwerken, met dezelfde omschrijving als hoe Ian was en eruit zag. Maar dat ze hem een beetje een vreemde kerel vond en een raar gevoel van hem kreeg. En zo zijn er wel meer mensen die verklaren dat Sophie het over Ian Bailey zou hebben gehad. En dat de twee elkaar wel degelijk een beetje zouden hebben gekend. Dat ontkent hij in ieder geval. Ian Bailey wordt uiteindelijk gearresteerd en meegenomen door de politie en wordt uiteindelijk verhoord. Ook zijn huis en zijn atelier worden onderzocht. Achter dat atelier worden er vuurresten gevonden van attributen die zijn verbrand. Bijvoorbeeld een matras, er lagen jasknopen tussen, een jeans en laarzen. Alles was zo erg verbrand dat dit niet meer als hard bewijs gebruikt kon worden. Maar het is natuurlijk wel vreemd. Ja. Uiteindelijk werd Ian Bailey na 10 uur alweer vrijgelaten, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn. En ja, de politie had gehoopt op een verklaring en een bekentenis, maar die kregen ze niet.
Ian Bailey was iemand die dan ook direct de pers opzocht. En hij beschuldigde de politie meteen al van corruptie en dat ze hem zouden hebben uitgescholden. Dat ze agressief tegen hem zouden zijn geweest en hem zelfs zouden hebben bedreigd. Iedere rechercheur zou hem iets hebben aangedaan in ieder geval. Nu waren er nog meer eigenaardigheden die toch wel in de richting van Ian Bailey zouden wijzen. Hij zou de moord namelijk hebben opgebiecht tegen verschillende mensen. Op 4 februari geeft hij een jonge man genaamd Malachi Reed een lift naar huis. En tijdens deze rit vertelt hij ineens aan Malachi wat hij met Sophie heeft gedaan. Nou, dat is nog niet het enige, want hij krijgt op een gegeven moment een vriend op bezoek waar hij helemaal bij door het lint ging. Ian zegt letterlijk tegen zijn vriend: je zag haar in de spar, je vond haar er goed uitzien en je zag haar wel zitten. Je bent om 2 uur 's nachts naar huis gegaan. Ze rende gillend weg voor je omdat ze bang was en je gooide vervolgens iets tegen haar hoofd en je besefte dat je te ver was gegaan. Dit kwam dus echt uit het niets. Ian Bailey was wel ontzettend dronken, maar het leek er dus op alsof hij zijn eigen verhaal spiegelde aan zijn vriend. Alsof hij zijn vriend beschuldigde van iets wat zijn eigen verhaal was. Dit voelde dan ook echt als een bekentenis. Volgens de vriend. Dan is er nog een getuige die een bekentenis van Ian Bailey zou hebben gehad. Op oudejaarsavond zitten Jules en Ian in de kroeg, in de pub daar, in Skull. En ze ontmoeten daar een ander stel genaamd Richie en Rosie. 2 koppeltjes, gezellig, in een kroeg, lekker kletsen. Nou, de avond vordert en Ian en Jules nodigen dit koppel uit om verder nog thuis wat te gaan drinken. Bij hun thuis in ieder geval. Ian Bailey begint vervolgens ontzettend hard te huilen. Hij omhelst het koppel en zegt letterlijk: ik heb het gedaan. Ik ben veel te ver gegaan. Ian Bailey verklaart later dat dit gewoon zijn donkere humor is. En dat het grapjes waren en dat hij hier niks van meende. En dat het natuurlijk helemaal niet waar was allemaal. Dit was nou eenmaal zijn soort humor. Jongens, wat is deze man grappig. Je zou maar zulke humor hebben. Ik denk dat niet heel veel mensen gaan lachen. Eerlijk. Een jaar na de moord wordt Ian Bailey voor de 2e keer gearresteerd, omdat hij het aan zoveel verschillende mensen zou hebben opgebiecht. Deze mensen waren allemaal met hun verhaal naar de politie gestapt. Het dossier wordt opnieuw doorgenomen, maar Ian Bailey wordt toch voor de 2e keer ook weer vrijgelaten. Zonder veroordeling. Jarenlang ligt het onderzoek hierna stil, totdat Ian Bailey zelf juridische stappen neemt. In december 2003, 7 jaar na de moord op Sophie, klaagt hij 7 Ierse en Britse kranten aan wegens smaad en laster. Hierdoor werd het onderzoek dus weer opgerakeld en het dossier werd dit keer met de media gedeeld. Niemand wist al die jaren van de details af. Nou, die werden nu dus onder de loep genomen en met iedereen gedeeld. Het publiek begreep nu pas waarom er al die tijd naar Ian Bailey werd gewezen. Ze wisten niet dat er best nog wel redelijk wat aanknopingspunten waren naar deze man. Het bewijs was dan wel indirect, maar wel super gedetailleerd. En ja, als je alles op een hoop legt, is het best wel veel bewijs. Ian Bailey heeft zichzelf dus in de vingers gesneden door dit proces aan te spannen. Alles werd weer opgerakeld en alles werd dus ook bekend. Dit werkte gewoon ontzettend in zijn nadeel en hij werd door het publiek alleen maar meer en meer verdacht. Maar ja, deze man moest zo nodig juridische stappen ondernemen, want hij denkt, ik zie geld. Hij verliest in ieder geval het proces wat hij had aangespannen tegenover deze kranten. Nou, een belangrijke getuige was natuurlijk Mary Farrell. Zij zou Ian Bailey die nacht natuurlijk gezien hebben op die ene brug. Een aantal jaar later, volgens mij was dat in 2007, trekt zij ineens deze verklaring in. Dus ze zegt, nou, ik heb hem nooit op die brug gezien. Ik werd onder druk gezet door de politie om dit te vertellen en dat ze mijn huwelijk kapot zouden maken omdat ze wisten dat ik met een andere man was die avond. Het hele verhaal draaide 180 graden om. Ook was het onzin dat Ian Bailey haar zou hebben bedreigd. Terwijl, hier heeft ze gewoon melding van gemaakt bij de politie en verschillende mensen zijn hier getuige van geweest dat ze in grote paniek was omdat Ian Bailey voor haar auto was gaan staan en dit gebaar zou hebben gemaakt. Maar ja, hier was ineens niks meer van waar. Kan natuurlijk 2 dingen betekenen. Of de politie heeft haar vanaf het begin af aan onder druk gezet. Of ze trekt haar verklaring nu in omdat Ian Bailey haar nu onder druk zet. Het is 1 van de 2. Ze was in ieder geval echt doodsbang voor die man, hè? Dus misschien ja, was dat wel reden dat ze ineens haar verklaring introk. Dit nieuws sloeg in als een bom. Want ze was ontzettend belangrijk voor de zaak. Ian Bailey besloot hierna een proces aan te spannen
tegen de staat. De getuigen die destijds naar voren waren getreden, aan wie Ian Bailey alles zou hebben opgebiecht, moesten nu weer voorkomen en hun verhaal dus opnieuw doen. Ik kan even niet praten, jongens. Zo kwam er ook een nieuwe getuige naar voren en dat was een vriendinnetje van de dochter van Jules. En Jules was natuurlijk de partner van Ian Bailey. Die ging daar de dag na de moord op bezoek om kerst daar te spenderen. Toen ze daar aankwam, kreeg ze meteen al best wel een raar gevoel. En ze had dus ook de krassen op de armen van Ian Bailey gezien. Die vielen haar meteen op. Nog iets opvallends, ze had daar een emmer gezien in de douche. Met een grote zwarte jas daarin die aan het weken was in water. Ja, dit vond ze ontzettend vreemd, want het was hartje winter. Een jas, die droogt daar niet 1, 2, 3 zo snel. Dus waarom zou je hem nu in het water gaan weken? Op een gegeven moment wordt Mary verhoord onder ede. Zij was natuurlijk de hoofdgetuige van dit alles. Maar de verdediging probeerde haar geloofwaardigheid onderuit te halen. Omdat ze natuurlijk al eerder had gelogen. Zij wilde weten met welke man zij die avond had gespendeerd. En ze vroegen dus ook echt om een naam. Ze wordt flink onder druk gezet. Mary wordt boos en loopt de rechtszaal uit. Uiteindelijk wordt ze toch weer overgehaald om de zaal terug in te gaan. Ze krijgt een laatste waarschuwing en ze geeft een naam. Die naam blijkt vals te zijn. Hierdoor werd Mary de verklaring niet meer als bruikbaar gezien. Want ja, ze had nu gelogen onder ede. Alweer, ze hadden niks meer aan Mary in ieder geval. Ian natuurlijk ook niet. Die verloor hierdoor dus ook de zaak tegen de staat die hij had aangespannen. Hierdoor kreeg hij dus miljoenen aan schulden. Ook een belangrijk detail. Ian Bailey ziet er best wel in de documentaire uit als een heel vriendelijk persoon. Wel een beetje een eigenaardige man, maar hij komt best wel vriendelijk over. Hij wordt de hele documentaire geïnterviewd en je merkt ook dat hij graag wordt geïnterviewd en houdt van de aandacht. Maar deze man heeft daadwerkelijk een agressieve kant. Het was algemeen bekend in de buurt dat hij Jules, zijn partner, ontzettend mishandelde. Ze werd regelmatig met een blauw oog gezien. Eén keer liep het zo erg uit de hand dat Jules echt extreem toegetakeld was. Ik kan niet benoemen hoe erg Jules eraan toe was. Maar het was ontzettend heftig. In mijn podcast kan ik trouwens alles ongecensureerd vertellen. Daar hoor je net wat meer de gruwelijke details. Maar hier kan ik dat niet benoemen, maar ga er maar vanuit dat ze ja, echt extreem werd mishandeld. Ian Bailey loopt nog steeds vrij rond, maar de zoon van Sophie, Pierre-Louis, die is een bond begonnen om ervoor te zorgen dat Bailey alsnog wordt berecht. Pierre was ten tijde van de moord 15 jaar oud en hij strijdt echt voor de gerechtigheid van de moord op zijn moeder. Deze bond bestaat uit allemaal familieleden van Sophie en vrienden. En ze verzamelen bewijs en hebben uiteindelijk ervoor gezorgd dat Frankrijk hier een zaak van kon maken. Het is natuurlijk best wel ongebruikelijk dat het land waar de daad niet heeft plaatsgevonden, dat daar iemand berecht wordt, maar dat is dus gelukt. En 23 jaar na de moord op Sophie krijgt de familie eindelijk waar ze op gehoopt hadden. Ian Bailey wordt in ieder geval in Frankrijk schuldig bevonden aan de moord op Sophie en krijgt 25 jaar gevangenisstraf. Ierland weigert echter de uitlevering van Ian Bailey. En tot op de dag van vandaag woont hij nog steeds in het plaatsje Skull. De familie blijft volhouden en hoopt alsnog Ian Bailey achter de tralies te krijgen. Zij zijn in ieder geval overtuigd van zijn schuld. De Netflix-documentaire eindigt uiteindelijk met Ian Bailey op een markt waar hij gedichten aan het schrijven is. Mijn gevoel zegt na het kijken van deze documentaire dat deze man ontzettend schuldig is. Maar er is natuurlijk alleen maar indirect bewijs. We weten het niet 100% zeker. Stel dat deze man daadwerkelijk op zijn karakter is veroordeeld, dan is dat natuurlijk ontzettend triest. Hij past wel echt precies in het daderprofiel. Plus die bekentenissen, vooral die bekentenis aan die goede vriend van hem. De meningen zijn in ieder geval verdeeld over zijn betrokkenheid. Veel mensen geloven ook in de corruptie vanuit de politie, aangezien dat hack ook natuurlijk nergens te bekennen is en dat soort dingen. Als je zijn interview ziet, ze zijn onsamenhangend. Hij is alleen maar aan het ratelen. Het gaat voornamelijk over zichzelf. Het is een gekke vent. Dat maakt iemand nog niet meteen een moordenaar, maar er wijzen gewoon wel ontzettend veel dingen naar deze man. Dat kunnen we niet ontkennen. Ik hoop dat de dader, wie dat ook mogen zijn, zo snel mogelijk achter de tralies belandt. Dit was alweer
mijn nieuwe misdaad en make-up. Hopelijk vonden jullie het interessant. Laat me eventjes weten wat jullie gedachten hierover zijn. Zet het even onder in de comments. Vergeet natuurlijk ook niet mijn podcast te luisteren op Spotify. Daar hebben we dezelfde zaak besproken, maar dan ongecensureerd met net wat meer details. Dat doe ik dan ook samen met mijn broer. En ik ben aankomende zondag weer live voor jullie op Twitch om 3:00 PM. Dus hopelijk tot dan. Ik zie jullie heel snel weer. En mochten jullie suggesties hebben voor de moordzaken die ik de volgende keer moet behandelen, laat het ook even weten. En dan zeg ik tot ziens. Mwah.